Jules Ayoria, die twee keer namens de VHP vicepresident was van de Republiek Suriname, met name tussen 1991 en 1996, en van 2000 tot 2005, beide keren met president Ronald Venetiaan aan het hoofd van de regering, is afgelopen vrijdag overleden in het Sint Vincentius ziekenhuis. Naast de functie van de tweede burger van het land was Ayoria ook lid van de Nationale Assemblée, minister van Justitie en Politie en districtscommissaris. Binnen de VHP vervulde hij ook diverse posities, met name die van partijraadsvoorzitter. En de ex-president was ook lector op de Antrecom Universiteit van Suriname. Ayoria werd 79 jaar en krijgt een staatsuitvaart.